Het slopen en breken is grotendeels achter de rug, dus kan het de komende maanden alleen maar beter worden in het Mercado-centrum in Schagen. Zo worden langzamerhand de contouren zichtbaar van de nieuwe Albert Heijn en het Versplein. Tijd voor een bouwupdate. We kijken naar het staalconstructie van het Versplein met aan de rechterzijde daarvan de nieuwe Albert Heijn in wording. Dat is nu nog een grote staalconstructie. Kun je een beetje proberen te visualiseren hoe dat er straks uit komt te zien? Ja, vanaf de Nieuwstraatzijde kijk je eigenlijk rechtdoor naar de andere kant van de versmarkt. En de versmarkt wordt opgebouwd met stalen spanten, met daarop een constructie, ertussen een constructie. En uiteindelijk, als je hier binnen staat, zie je een plafond met hout. De versmarkt, ja, het is nu allemaal nog open. Dat wordt dan hopelijk wel overdekt, hè? Ja, gelukkig wel, ja. Het is nu nog wat tochtig hier, maar het gaat dadelijk dicht. Ja. En daarachter zien we de nieuwe Albert Heijn in wording. Klopt. Er wordt nu druk gewerkt om het casco van Albert Heijn klaar te maken. En die gaan volgende week starten met hun dekvloer aanbrengen. Alles op planning? Ja, als we maandag de sleutel kunnen overhandigen en de Albert Heijn met zijn vloer kan starten, dan gaat dat op planning. En dan gaat Albert Heijn hard klussen om in week 50 haar nieuwe winkel te openen voor de kerst. We staan hier in de nieuwe passage waar ook de Lidl zit. Maar daar zitten ook wat andere bedrijven die eerst elders zaten, hè? T&B is hier achter mij en Nieuws, die zijn nu tijdelijk verplaatst in deze passage. Omdat we aan de andere passage waar ze voorheen zaten, moeten gaan heien en werkzaamheden moeten gaan verrichten. Hier gaan we achter bij Street One aankomende donderdag heien, twee palen. Vandaar dat we hier nu een schutting aan het plaatsen zijn en in de winkel. Die gaat dadelijk in de winkel wel weer een stukje terug. Nu wat breder opgezet. En achter jou, daar schuiven we van Street One eigenlijk de andere kant, bij de oude T&B's en Nieuws. En ook daar gaan we heien en gaan we de constructie opbouwen om dadelijk het parkeren erboven te kunnen realiseren. Want die extra druk komt straks op het dak, hè? Daar komen straks extra parkeerplaatsen. Er komt ook diezelfde overkapping die we net zagen bij het Versplein, die komt ook aan de andere kant nog. Klopt, dus je hebt bij T&B's en Nieuws krijg je het parkeren en hierachter krijg je eigenlijk die aansluiting ook richting met de kap en het parkeren.